Hallo, mijn naam is Dana en ik werk bij Proximus. Ik zal je uitleggen hoe je de fibermodem herstart. Druk op de on-off-knop aan de achterkant van de fibermodem om hem uit te zetten. De lampjes gaan uit. Wacht 10 seconden en druk dan nogmaals op deze knop om hem weer aan te zetten. Wanneer de lampjes power, link en out vastbranden, is de fibermodem volledig heropgestart. Bijkomend zal één van de GE-lampjes knipperen als de fibermodem correct is aangesloten op je B-Box 3V+ modem. Blijft één van de lampjes rood of het powerlampje gedoofd, klik dan op de link rechtsboven om onze supportpagina te raadplegen. Nu dat je fibermodem opnieuw is opgestart, zou je tv of internet opnieuw normaal moeten werken. Is dit toch niet het geval, herstart dan je B-Box 3V+ modem. Bekijk hiervoor de video waarvan de link nu zichtbaar is. Ziezo, ik hoop dat deze video nuttig voor je is geweest. Zit je nog met andere vragen? Bekijk dan gerust onze andere video's of raadpleeg onze supportsite.